Laat het even weten in de comments wat jullie willen. Willen jullie liever Hunter of liever Kingler in mijn team zien? Ik ben er heel benieuwd naar. What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn bezig om een Hunter te vangen. In deze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. Oké, ik hoop dat dit lukt. Want als die wegrent, mogen we geen nieuwe Pokémon vangen hier in deze toren. Dus laat het alsjeblieft goed gaan. Ik heb maar één Golden Raspberry. Heb ik hem? Yes! Yes! Yes, we hebben Hunter. Dit is wel nice. Ik vraag me heel erg af. Gaan we Hunter in ons team doen? En voor wie dan, jongens? Queen groeit ondertussen naar level 31. Die wil Fury Swipes leren. Fury Swipes is allicht beter dan Double Kick, wou ik zeggen. Alhoewel, is weer een normal type attack. Nee, laat maar. Stomme aanval. Dus, we hebben een Hunter. Het is een Ghost en een Poison type Pokémon. En dan zou je zeggen dat Queen onze Nidorina weg zou moeten. Ik ga sowieso eens even kijken welk level die Hunter is. Hij is level 32, is nog een goed level ook. Oh, nickname. Ik noem hem Troll. Ik vind het zo'n troll-Pokémon, vooral voor als het een Gengar wordt. Oh, moet ik hem nou in mijn team doen of niet? Oh, ik weet het niet, man. Ik heb ondertussen ook al zo'n band met al die andere Pokémon. Het ding is, voor de volgende gym is die wel echt heel handig. Maar mijn team is nu best wel in balans. Weet je, kijk, Ninetales en Eevee gaan er sowieso nooit uit. Dus dan zou Graveler, Kingler, Nidorina of Pidgeotto eruit moeten. Maar Pidgeotto gaat nog evolueren naar Pidgeot en dan wordt hij ook best wel sterk. Als ik er dan één weg zou moeten doen, zou dat Kingler zijn. Misschien moet ik dat doen, want Eevee kent ook een hele goede watertype move. Oh, dit is zo moeilijk. Ik ga Kingler eruit halen. Sorry, Beach Boy. Oh, het doet pijn. Ik vind het vervelend. Kijk, Steenkop die kent ook Brick Break leren. Dat is ook wel gek. Dat is ook wel nice. Dus als ik die nou een Steenkop leer, toch in plaats van Facade dan maar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dat moet doen. Oh, wat een lastige keuze is dit. Oké, ik heb het gedaan. Hunter zit in mijn team en ik ga hem gelijk als partner Pokémon zetten. En voor de rest van het jaar moet Eevee hier maar lekker heel veel gaan battelen, denk ik. Oh, wel vet dat we een Hunter hebben, man. Ik vind het wel echt. Gengar is natuurlijk een van mijn favoriete Pokémon samen met Scyther uit de eerste generatie. Dus ik ben wel blij met mijn Hunter, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Man, we hebben hem gewoon gevangen. Hoppa, tegen de Ghastly. Kom op, Eevee. Ik hoop dat je al die Ghastlys hier gewoon one-shot met je Glitzly Glow. Oh, ja, eerst weer een Sucker Punch natuurlijk. Kablam. Kijk, dit gaat wel goed komen. Die toren, daar heb ik op zich wel vertrouwen in. Met deze move moet het goed komen. Pixie groeit naar level 32. Het is wel echt met zo'n Nuzlocke Challenge, jongen. Je bouwt toch een band op, hè, met je Pokémon. Het doet echt pijn om afscheid te moeten doen van mijn Kingler. En ik had het natuurlijk ook al met Spruitje. Dat was onze Weeping Bell. Daar had ik dat ook heel erg mee. Vind je dan toch zonde of zo? En toen Diglett kapot ging. Ah, Diglett hadden we nog maar net natuurlijk. Maar dat deed ook pijn, man. Nou, ondertussen lekker veel battles tegen Ghastlys. Ik weet niet of dat voor jullie super interessant is om naar te kijken. Want ja, eigenlijk hoef ik niet heel erg bang te zijn voor deze Ghastlys. Een Sucker Punch kunnen ze doen, maar die doet bijna geen damage. Dus ja. En we maken ze allemaal best wel snel kapot. Kijk maar, daar gaat hij weer. En ze heeft er nog één. En die gaat net zo snel kapot. Het is wel goed voor de XP om deze toren nu te doen. Hallo, mevrouwtje. Kom jij ook met Ghastlys? Ja hoor. Doei doei. Hunter leert trouwens op level 36 nog Dark Pulse en op level 45 Dream Eater. Dat zijn beide wel goede aanvallen die je eigenlijk wel wil hebben. Steenkop wil Earthquake leren. Ja, dat is wel nice. Dat is wel een goede aanval. Die gaan we doen in plaats van Dig. Alleen moet ik er wel op letten dat we die move alleen in 1v1 gebruiken. Want anders raak je ook je teamgenoten. En dat moet je niet hebben natuurlijk. Met zo'n sterke aanval. Let's go grab that Pokeball. Een super potion erbij. Oh, volgens mij was dit trouwens wel het moment waarop we Graveler zouden kunnen evolueren. Door hem te ruilen. Eens even kijken. Want hij leert alleen nog Double Edge en Explosion. En die moves, ja, die ga ik allebei niet gebruiken. Dus, zullen we dat gewoon eens even gaan doen? Ik heb namelijk een tweede switch waarmee ik dat kan doen. Daar ga je, Steenkop. Later, je komt zo weer terug hoor. Hoi, Caterpie. Ja, daar is die Steenkop geëvolueerd naar een Golem. Super nice. Dan hebben we die ook in ons team. Is dat ook weer klaar en afgehandeld? Lekker. Waar we ook mee af moeten handelen zijn deze stomme trainstertjes. Het zijn geen eens trainstertjes. Het zijn een soort van gekke, behekste dames die veel te lang hier in deze toren hebben rondgelopen met enge ogen en een vreemde haarband. Ik weet niet, als ik zo'n mevrouw zou tegenkomen op straat, zou ik denk ik heel erg hard wegrennen, jongens. Ik zou niet met haar gaan praten. Nee, dit is echt super weird. Ze heeft ook van die mooie sandalen aan en zo. Oké, mevrouw, we zijn weer klaar, hè? Ja, where is the ghost? Je broekzak. Oh, en nog één. Oh, al die Ghastly trainstertjes hier zo. Nou ja, we moeten het maar zo zien, jongens. Het is allemaal gratis XP wat we hier krijgen. Hoppakeetje. Ja, en zo is ons team toch wel aardig veranderd in deze aflevering. Kingler is weg en daarvoor in de plaats is Hunter gekomen. En
Graveler is natuurlijk geëvolueerd naar een golem. En nu krijgen we te maken met een hunter. Ook level 25. Ik verwacht dat dit ook niet al te moeilijk gaat. Hunter is wel iets sneller met een sucker punch. Maar ja, we weten dat dat weinig damage doet op Eevee. Doen we hem one hitten? Ja hoor, later hunter. En hier krijgen we wel wat meer XP van, toch? Van een Gastly ongeveer 150 XP. Van een hunter 354 XP. Oké, pakken we deze pokeball. Dat is teleport. En dan loop ik nog even naar die trainster daarboven. Hier ligt trouwens een item in de hoek. Een super potion is dat. Oh, daar beneden ligt ook nog een pokeball. Ah, nu ga je natuurlijk in de weg staan. Oh, moet ik weer omlopen straks. Het leven is zwaar. Lauren heeft ook een hunter. En daar ben ik blij mee, want dat is gewoon meer XP. XP die je hard nodig hebt in je Nuzlocke Challenge. Doei! Oké, zal ik even omlopen dan voor dat item? Oh, moet ik weer helemaal via deze kant? Oh, helemaal. En dan hier naartoe? Ja, joh. Full heal. Dat is wel nice trouwens, een full heal. Die hunter moet even uit de weg. Ja, top. Ik dacht trouwens dat we hunter als partner Pokémon hadden gezet. Maar dat is alleen buiten deze toren of zo, denk ik. Let's go. Deze vrouw wil dat we haar gaan joinen. Nou, nee. Ik wens er niet zo uit te zien, mevrouw. Alsjeblieft, doen we dat niet aan. Eevee is wel even lekker bezig, zeg. Eevee en Ninetales. Jullie kunnen dit team gewoon carryen, jongens. Ik ben benieuwd wat Golem nu doet. Of die ook een stuk sterker is geworden. Maar ons team begint al aardig vorm te krijgen, jongens. Als die andere twee ook straks geëvolueerd zijn. Nou, als ze eenmaal in hun derde evolutie zitten, dan is het niet zo makkelijk meer om ze down te krijgen. Dus ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen. We gaan super lekker in ieder geval. Zo, Eevee is weer helemaal vol qua HP en qua zombies. Deze vrouw heeft het over zombies. Het wordt steeds erger hier, man. Join us, zombies. Wat denken jullie allemaal, man? Doe eens even gauw normaal. In ieder geval gaat Eevee nu wel lekker een leveltje omhoog. Dat is top. Dan hebben we toch even een heel level gestegen hier in deze toren. Deze begrafenistoren en deze kerkhoftoren. Kijk maar, hoppa. Dat is lekker. Het zou top zijn als die andere Pokémon ook nog even een leveltje omhoog gaan. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat komen, want we zijn er nog niet natuurlijk. Hier pakken we even dit item. Een Ice Stone. Dat is voor als je Alolan Vulpix wil evolueren. Naar een Alolan Ninetales. Dat is natuurlijk ook wel tof hoor. Oh, ze heeft echt 4 Pokémon. Jongens, ik skip even naar het einde van dit gevecht. Anders wordt het saai. Zo, dat hebben we ook weer overleefd. Hoppakee, hier ligt ook nog even een itempie. Dan staat hier nog een mevrouwtje. Give me your... Oh, dit is echt niet kindvriendelijk, jongens. Wat die mensen hier allemaal zeggen in deze toren is super spooky. Wel blij dat die hunters gewoon allemaal maar level 25 zijn. Dat maakt het allemaal niet zo problematisch voor ons. Dit gaat allemaal best wel easy. Haalt ook wel een klein beetje de spanning weg. Maar goed, weet je, in een Nuzlocke mag het soms ook best wel even makkelijk zijn. Het hoeft niet altijd spannend te zijn voor mij. We hebben net een Gastly verslagen en daar de groet. Sky naar level 32. En dan hebben we nog één Gastly hier zo. Voor degenen die later ingehaakt zijn bij de serie Sky. Dat is onze Pidgeotto natuurlijk. Die er al zo'n beetje vanaf het begin bij is. En ook de laatste Gastly gaat kapot. Oh, wat een mevrouwtjes allemaal hier, joh. Destruction. Despair. Oftewel vernietiging. En wanhoop. Het wordt echt steeds erger, man. Zo, daar zijn we ook weer klaar mee. We pakken een revive op waar we dus niks aan hebben. Want als er een Pokémon down gaat, dan mogen we die niet reviven. Dan is die gewoon dood. We zijn bijna boven, jongens. Ik ben deze toren wel een beetje zat. Maar, weet je wat het wel is? Kijk, we krijgen nu weer te maken met een hunter. Dat is gewoon elke keer 350 XP. En Eevee gaat gewoon bijna nog een level omhoog. Hè. Die is nu bijna level 35. Kijk maar onderin naar de XP-balk. Dat gaat gewoon super hard. Deze is trouwens level 32 opeens, deze hunter. Maar ook die one-shotten we. Dus hier krijgen we nog meer XP voor. Dus dit soort van de leidster of zo van de hele gang. 454 XP. Nice. Queen Nidorina naar level 32. En nog een keer een hunter. Kijk, dit vind ik top. Dit vind ik helemaal geweldig. Weer level 32. We krijgen nu wel een sucker punch. Dat is ook een critical hit. Oké. Oké, doe maar stoer. Oeh, bijna level 35. Maar ze heeft nog een hunter over voor ons. Kijk, dit is gewoon in één keer 1350 XP. In één battle. Dat is echt heerlijk. En daarmee groeit Eevee naar level 35. Yeah. Valt me op dat Hunter trouwens nog geen level omhoog is gegaan in deze toren. Misschien gaat het nog komen tijdens deze battle. Want welk level was deze Hunter dan? Want zij heeft er maar één. Dus deze is waarschijnlijk nog hoger level. Oh. Nee. Level 25. Helemaal prima. Ook goed. Had ik niet verwacht. Maar prima. En terwijl we die verslaan gaan Steenkop, Golem. En level omhoog. Dan duurt het echt lang om Hunter te levelen. Zo, 3 Ultra Balls oppakken. En hier nog een itempje pakken. Yes, een Hyper Potion. Dan zal ik nog maar even een Super Potionje geven aan Eve. En dan gaan we hier naartoe. En dan weten jullie wat er gebeurt. Een spook zegt, ga weg. Ga weg. Opzouten.
Wegwezen. Ja. Dus hij zegt, wow, deze is als groter dan die van net. Gebruik dat ding, Rick, nog één keer. En ja hoor, dan doen we de sales-scope op. En dan zien we dat dit geen Ghastly is. Dat het ook geen Hunter is. Dat het ook geen Gengar is. Maar het is Marowak, de moeder van Cubone. En ik hoop zo erg dat in de volgende Pokémon games we meer van dit soort verhalen krijgen over Pokémon. Want dit is juist zo tof. Dit is een van de tofste momenten in de game. En dit moet gewoon vaker gebeuren in Pokémon games. Stukje storytelling is gewoon nice. Arme, arme Cubone. Het is zo sad. Het is zo verdrietig. Dat Cubone hier zijn moeder weg ziet gaan. Ja, het was de geest van de moeder van Cubone. En Nuzzy neemt natuurlijk Cubone met zich mee op zijn avontuur. Dat is helemaal top. Dat is echt goed gedaan van Cubone. En dan gaan wij naar Mr. Fuji. Let's go! Mogen we nog deze Pokéball pakken? Een Rare Candy. Altijd fijn. Gaan we hier de trap op. Even kijken welke Pokémon ik op de tweede plek zal zetten. Zullen we Steenkop even op de tweede plek zetten? Nee, want die heeft Earthquake nu. Dus dat is niet meer handig als ik een duo battle krijg. Kunnen we Hunter proberen? Ik ben benieuwd of dat gaat werken. Als Hunter nu gelijk down gaat, dat zou wat zijn, hè? Dan moeten we toch weer terug naar Kingler. Want we krijgen opnieuw te maken met Team Rocket. Met Jesse James en Meowth. Die zijn overal. Altijd zijn ze overal. Heel irritant. Heel vervelend zijn jullie. Kom maar. Battelen. Een 2 versus 2. Jesse en James. Ik ben benieuwd. Ze zullen wel sterker zijn dan de vorige battle. Toen waren ze volgens mij allebei level 32. Let's go, Eevee. Let's go, Troll. Laten we dit gaan doen. Sowieso Glisliglow op Weezing. En wat gaat Troll dan doen, hè? Zullen we gewoon, we gaan gewoon Shadow Ball proberen. Shadow Ball op Weezing. In ieder geval, Eevee die start met Glisliglow. Weezing is ondertussen groeien naar level 34. Dan ben ik benieuwd, kijk, Hunter is best wel snel. Dat is nice. Hunter is best wel snel, doet een Shadow Ball. Lekker. Lekker gedaan, Hunter. Weezing is alvast weg en Hunter Troll groeit nu naar leveltje 33. En ook Pixie groeit naar level 33. Onze Ninetales. Oh my god. Oh my god, daar ging Hunter bijna. 4 HP over. Ja, Dark-type moves, hè. Dat is een weakness van Ghost. Ik was even vergeten dat hij Crunch kent. Laten we maar even schakelen naar Steenkop dan. Troll, kom maar even terug. Wow, dat ging nog bijna fout ook, man, gelijk. Waren we bijna onze Troll in één aflevering kwijt. Ik heb wel een beetje vraagtekens nu of ik moet houden of dat ik toch terug moet naar Kingler, jongens. Laat het even weten in de comments wat jullie willen. Willen jullie liever Hunter of liever Kingler in mijn team zien? Ik ben er heel benieuwd naar, omdat ik zelf toch wel mijn twijfels heb. Nu even geen Earthquake doen, alleen Rock Slide proberen, maar ik denk dat Glisliglow Arbok sowieso al nakt. Ja, dit gaat wel goed komen. Oké, dan. Oh, yo. Die was even spannend. Man. Ja, en dan hebben we voor de zoveelste keer Jesse en James geslagen. En zij zegt ook, oh man, alweer. En nu gaan ze terug naar Saffron City, omdat ze de Silver Company willen overnemen. Dus onze volgende stop wordt ook Saffron City. Hallo, Mr. Fuji. Yo, man. What up? Alles goed? Mr. Fuji zegt niks. En hij vraagt zich op, oh, wie ben jij eigenlijk? Oh, je kwam me redden. Oh ja, ik had geen eens door dat Team Rocket hier was. We moeten naar zijn huis. En dan krijgen we wat. Dan krijgen we natuurlijk de Pokémon-fluit van Mr. Fuji. Zodat we ook Snorlaxen wakker kunnen gaan maken. Oké. En dan ga ik toch maar heel stilletjes even. Oh, kijk nou. Oh, kijk nou hoe vet. Als we op de rug van Hunter zitten. Dit is zo tof. Ik ben blij dat je nog niet kapot bent gegaan, Hunter. Want er scheelde helemaal niks net. Wauw. 4 HP over onze Hunter. Man. Ik ga nog even mijn Pokémon healen en dan gaan we in de volgende aflevering naar Saffron City. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me zeker even op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!